Ja, ik praat verder met Johan Danen van GroenDag. Meneer Danen, dit was een toch wel bijzonder technische discussie. Je zou denken, dit gaat over klimaatdoelstellingen en plots wordt het een discussie over de mate waarin de regering inzage geeft aan het parlement in zaken zijn voorbereidingen van zo'n Europese top. Twee zaken, die klimaatdoelstellingen. Ik hoor u zeggen, de Vlaamse regering blokkeert die doelstellingen tegen 2050, die Europese doelstellingen. Ik hoor de minister zeggen, dat is helemaal niet waar, wij zijn geen dwarsligger. Integendeel, dit was een gedachtenwisseling die we onderschrijven. Ja, wat is het nu? Hoe zeker bent u van uw stuk? Ja, waar ik zeker van ben is van het volgende. Men heeft die top voorbereid in een werkgroep. En in die werkgroep is gesteld dat België zeker niet te ambitieus moest zijn. Daar ben ik heel zeker van. Nochtans, de minister zegt het tegenovergestelde. Ja, klimaatneutraliteit tegen 2050, dat onderschrijven we. Maar in die werkgroep is gezegd dat we niet te ambitieus moeten zijn. Dus er zijn vijf paden waarvoor we moesten gekozen. We moesten voor één pad kiezen, één van de vijf. En men zou zeker niet kiezen voor het meest ambitieuze, dat weet ik zeker. U heeft daar maar wat op de stukken top, van gezien. Maar wat op de top zelf gebeurd is, ja, daar hebben we geen inzage in. Als de minister zegt van wij hebben gezegd dat we wel klimaatneutraal willen zijn 2050, ja, dan neem ik daar akte van, ben ik daar heel blij om. Dan is dat ambitieuzer dan de voorbereiding, mij niet vermoeden. Ja. Dus zoveel te beter. Maar u bent zeker van uw stuk. U heeft stukken gezien. In die zin, in het Brussels parlement is vorige week dezelfde discussie heeft er plaatsgevonden. En daar heeft de minister bevestigd, hetgeen ook alleen wat ik vandaag heb gevraagd, dus dat daar voorbereidingen waren die helemaal niet ambitieus waren. Minister Frémaux heeft dat daar bevestigd. Dus op die manier ben ik er zeker van. Want die stukken zelf heb ik niet in mijn hand. Nee, maar op basis minister, van wat minister Frémaux in het Brussels parlement heeft gezegd. Ja, en die maand dat een minister in het parlement niet dicht. Nee. Nu, het parlement moet de regering controleren. Dat is zo sinds het ontstaan van België. Ja. Ik hoor een aantal parlementsleden zeggen, het wordt ons wel bijzonder moeilijk gemaakt om het werk van de regering te controleren. Onder meer, Hermes Hanktorum zegt, misschien moeten we toch wel meer inzage krijgen in die voorbereidingen. Volgt u hem? Absoluut helemaal. Dat is ook iets wat ik aan de minister ga vragen, nu via een schriftelijke vraag ook. Want het is heel moeilijk om te controleren wat er gebeurt. Want er zijn meestal twee scenario's. Ofwel vraag je iets en dan ben je te vroeg. En dan zeg je, ja, je bent te vroeg, het is niet aan de orde. Maar ja, ofwel ben je te vroeg, ofwel ben je te laat. En ik zou graag net op tijd zijn. Dus ik zou graag inzage in de voorbereidende stukken van zo'n werkgroepen die zo'n top voorbereiden. Dat wil je als parlementslid hebben. Hoe kunnen we anders regering controleren? Er is geen andere manier. Dus ik zou het graag willen hebben. En ik denk dat we daar moeten een werkmethode rond uitzoeken hoe we dat best kunnen organiseren. Ja. Ik denk dat u nu vooral medestanders moet gaan zoeken in het parlement om dit te vragen aan de regering. Ja, maar het lijkt me toch iets wat heel evident is. Ik denk dat de voorzitter een medestander is. Ik moet het hem alleszins nog vragen. Maar als je de regering wilt controleren, moet je kunnen beschikken over alles wat daar alle zijn. Voilà, en dat lijkt me toch heel evident. En die heeft u vandaag nog niet. Nee, voilà. Nee. Nu, wat de doelstellingen zelf betreft, ik hoor u zeggen, ik ben blij dat de minister zegt van oké, we onderschrijven dan toch die klimaatneutraliteit tegen 2050. Hij heeft ook een voorbeeld gegeven. Hè. Hij zegt, ja, die faire luchtvaartbijdrage, daar hebben wij als Vlaanderen voor gepleit. Dat stemt u dan blij? Ja, weet je, het zou nog wel mankeren dat er niet af en toe wat maatregelen genomen worden of aangekondigd worden. Hè. Maar ik denk een alomvattend plan, dat ontbreekt. En daarom ook dat wij in het federaal parlement een klimaatwet hebben neergelegd. Hè. Daaronder zit ook een expertenpanel, dus die dat moeten voorbereiden, waarin de politiek de keuze maakt. Maar je weet dat het daar vast zit. Hè? Voilà, en in het Vlaams parlement gaan we volgende week hetzelfde decreet voorleggen en laten stemmen. Nu, ik maak me weinig illusies, waarschijnlijk gaan we daar geen meerderheid voor vinden, nog niet. Maar ik denk wel dat er wat eensgezindheid aan het komen is rond het feit dat het klimaatbeleid ook wel degelijk moet ondersteund worden door experten, door mensen die er echt veel van weten. En de politiek moet dan kiezen. Want nu is het zo'n beetje een ad hoc beleid en dat is niet goed. Ja. Voor armoede is er een coördineerde minister die dan coördineert wat de minister van welzijn, die van onderwijs, die van werk doet. Moet er een coördinerend minister komen in de volgende legislatuur voor klimaat? Ja, die is er eigenlijk wel. Hè. Minister Van den Heuvel is dat momenteel, coördinerend minister van klimaat, dus die is er eigenlijk wel. Maar ik denk dat een coördinerend minister ook echt moet coördineren en ook mensen achter hun veren zetten. Niet gewoon kijken van wat binnenkomt en dat zo'n beetje beheren, maar wel echt actief op zoek gaan naar tools meer gaan sturen om klimaatbeleid echt vorm te geven. Dat lijkt me echt belangrijk, net zoals het bij armoede ook zo is, hè. Minister Homans. Wordt ook vaak geweten dat ze een beetje afwachtend is naar wat de anderen daarom doen. Het mag wat sturender. Het mag wat sturender en dat lijkt me heel erg belangrijk. Ja. Oké, dat is duidelijk. Bedankt voor dit gesprek, Johan Danen. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Hier zijn in de loop van de namiddag nog een aantal andere vragen gesteld. Die gaan we nu zaterdag uitzenden vanaf 6:00 's avonds. Dag.
Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.